Voor mij is thuiskomen, venkel plukken, aan de kant van de weg en in een grote vaas zetten. Wat is thuiskomen voor jou? Ik vroeg het verschillende mensen en iedereen vertelde weer wat voor haar of voor hem thuiskomen betekent. Voor mij is thuiskomen als ik langs de kant van de weg de venkel zie staan en denk, ah, die ga ik in een grote vaas stoppen. Voor mij is thuiskomen naar de Marokkaanse slager gaan en daar de koriander kopen en de peterselie en de munt. Voor mij is thuiskomen dat ik weer op mijn eigen krukje kan zitten voor mijn altaartje. Thuiskomen is voor mij de dingen op zijn vertrouwde plaats laten. Het prettig vinden dat de sleutels op de vaste plaats, mijn portemonnee op de vaste plaats. Ja, dat dingen dus een zekere orde hebben. Ja. Dat is voor mij thuiskomen. Ja. Blij met het idee van, oh god, dan ga ik naar mijn plantjes. Mijn eigen koffie zetten. Wil ik ook, alle die kleine ritueeltjes. Dat is wat mij betreft thuiskomen. Ja. Dat is erg prettig. Vertrouwd, ja. Dat is eigenlijk het kortste woord ervoor. De rust. Maar het stijgt. Paradijs. Ja, lekker relaxen. Lekker met je vrouw, kinderen. Ja, goed. Het huis best. Huis best, huis best. Ja, dat je gewoon weer in je eigen omgeving zit. Gewoon die dingen ziet die voor jou belangrijk zijn. Dat ik de foto's weer zie. Dat ik gewoon alle vertrouwde dingen, de schilderijen weer aan de muur. En ja, het is ook de geur die in huis hangt. En een van de belangrijkste dingen voor mij is dan eigenlijk meteen om bloemen te gaan halen. Want als ik die in huis heb staan, dan voelt het pas echt weer thuis. Wat betekent het voor mij thuiskomen? Rust. Dat is de bedoeling. Rust, eigenlijk, ja. Ik wil graag thuiskomen en ja, dat ik me daar thuis en rustig voel. Oeh, dat is een goeie, daar moet ik even over nadenken, dat weet ik niet. Ja. Ja, ja, dat weet ik niet. Maar het heeft altijd te maken met weggaan. Ik ga eerst weg om dan weer thuis te komen. Eigenlijk best wel gek. Want neem ik mezelf dan niet mee als ik wegga? Ja, dat is natuurlijk een vraag. En eigenlijk waar ik in thuis ben, is mijn eigen lichaam. Dat is eigenlijk het meeste thuis. Mijn lichaam is ook een huis. En in mijn eigen huis, lichaam, daar neem ik mezelf mee. Ook als ik wegga, ook als ik op reis ga. Nou, dat is natuurlijk, ja, voor mij is dat een uitdaging om in mezelf, met mezelf, in mijn lichaam, weg te gaan en daarin thuis te blijven. Nou, die paradox is het bijna. Nou, dat is voor mij thuis zijn. Dan is er dus geen splitsing. Dan is er geen splitsing tussen weg en thuis. Dan is thuis er altijd. Omdat het ik er ben. Omdat ik in mijn lichaam huis. Nou, dat is het voor mij. En ik wens je veel plezier met het onderzoeken van die vraag voor jezelf. Maar ja, het blijft dat het altijd gaat over iets wat er ergens anders niet is en wat hier wel is. En het enige wat ik altijd meeneem, dat ben ik zelf, met mijn eigen huis, mijn eigen lichaam. Dat is het enige wat ik eigenlijk altijd meeneem. Dus huizen in mijn lichaam, ja, ik denk dat dat de grote kunst is. Nou, daar gaan we voor.